En de Federatie voor Afrikaan Zranaman heeft vanmorgen voor de 26e keer de vrijheidsstrijders Kodjo Mentor en Present herdacht. De herdenking vond plaats bij de gedenkplaat op het Kodjo Mentor en Presentplein aan de Heiligenweg. Zo klonk het vanmorgen voor de speeches. Een aanbiddingslied ter nagedachtenis van Kodjo Mentor en Present. Het is vandaag precies 189 jaar geleden dat deze drie strijders hun dood vonden aan de Heilige Weg, zegt Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaan Zranaman. 160 jaar, die katiboke klari, als hij 190 jaar dat ding bron dit jaar. We kon ja ze, die staan, we na 60 jaar in baan, we kon ja ze, we tjara boskoku die alles ma, die ma acha boskoku, en we zien dat die, we sabi dat die, den die bij katibo nu, praten nu, en we maken lek federatie, we maken moeite, we maken wankoku makara. We zien, hij de kapitein voor cultuur, de jaren nog in de en hora begi, en dan was hamaka. En als ik een kapitein is voor cultuur, ik ben al before, ik heb daar wagi, daar dao, en ik heb een kapitein is in nou, een derde kapitein, die sabi vanaf, dat is 30 jaar in Psa, die sabi allemaal. Wijngaarde is van mening dat de federatie de mens van Afrikaanse komaf altijd probeert in te lichten bij momenten als deze. De voorzitter zegt verder dat het zwarte volk verdeeld is geworden en is gebleven door de jaren heen. Ik ga Sisa Ralte Botakis, Sina Ralte Takis. Na One City, Abra, Abigi, Oceaan, Konasenan. En Anu Tusibi, Anu Tusutu Swako, Gaspa, Importe de Afrika Konya. Maar we praten en zoomen Pisi. En dat is ook zo'n Sani, dat een Pisi. Dat is een groot vaccin dat ik kan zeggen. Maar we hebben een goede daar present. Omdat hij naar Fosselis in zijn naam bij de bron-libisman Libi-Libi. Nou, had zijn. En nou, mooi zijn, kut-kut. Want er werd kirisma, er werd hangersma, er werd kotsma erde. Maar bron-libi-libi, dat is nog een precies in zijn naam. En zo breed hij. Smalanga koni, dat is iets wat voor het adresseer. De taki, de ropina langa, maar als smok ook hier denk, is het niet. Ben nog een minuut. Wijngaarde hoopt dat het ministerie van Onderwijs de geschiedenis van de meest belangrijke slaven van Suriname via de school zal overbrengen op de leerlingen. Trouwens, het verslag komt van Sifra Goudland.